en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, je hoort het knallen al buiten. Jongens, ik wil jullie allemaal een heel gelukkig uiteinde toewensen. Een goed uiteinde van 2022. Jongens, het was me weer het jaartje wel, hè. Wat hebben we een hoop gedaan. Ik ben nog bezig met de Dit Was video. Hang me er niet aan op. Ik hoop hem nog vandaag klaar te krijgen. En anders komt hij zeker weten morgen. Want ik denk dat ik nu al... ik ben nu al op het grootste punt ben ik eigenlijk al heen. Ik moet alleen de intro nog plaatsen. En de outro heb ik al opgenomen. Maar dat moet ik er alleen nog achter plakken. En dan nog een paar filmpjes. Ja, dan is het weer gebeurd, jongens. Dan is Dit Was ook weer klaar, gelukkig. Ja, hang me er dus niet aan op. Maar ik hoop hem vandaag klaar te krijgen. Als het goed is, zou Joost vandaag komen. Maar waar blijft hij nou? Ik weet het niet. In ieder geval wil ik jullie een heel goed uiteinde wensen. Van 2022. Pas op met vuurwerk. Je hoort het. Er zijn weer enorme knallen zijn er weer bezig. Het vuurwerk is al een heleboel dagen al hier losgebarsten. Want vandaag is niet de eerste keer dat het vuurwerk is. Het is eigenlijk al 2 weken lang zitten we al in de herrie hier over het vuurwerk. Maar we klagen niet, want vuurwerk hoort erbij. Ook al is het illegaal. Ach, dat gezeik. 1 keertje in het jaar mag dat toch wel. Ja, je hebt altijd van die heleboel van die klagers, hè, die altijd lopen te zeiken over vuurwerk en zo. Joh man, 1 keer in het jaar. Morgen dan is het afgelopen. En dan krijgt niemand er meer na. Ja, gezeur allemaal. Ik vind het altijd zo vreselijk gezeik. Vind ik dat altijd. Maar goed, in ieder geval jongens. Een heel goed uiteinde. Ik hoop hem vandaag klaar te krijgen. En anders morgen. En dan gaan we weer lekker kijken naar Dit Was. Hij komt in première. Dus hou het kanaal in de gaten. Want hij komt in première. En dan gaan we lekker terugkijken naar... de hoogtepunten van 2022. Ik heb net al het hele filmpje al zitten kijken natuurlijk. Van het hele jaaroverzicht. Jee, wat hebben we weer een hoop gedaan. Ik dacht dat het dit jaar wat minder zou zijn. Maar ik heb toch wel aardig wat fragmenten, beelden terug kunnen halen. Van dit jaar, van dit afgelopen jaar. We hebben een hoop dingen weer gedaan. Echt hele leuke momenten ook gehad. Ik hoop dat we in 2023 weer zo'nzelfde leuke jaar kunnen hebben als dit jaar. Het uiteinde was alleen een beetje kloten van 2022. Maar goed, kan gebeuren. We gaan gewoon weer knallen. We gaan overnieuw beginnen. Hele schone nieuwe lei gaan we beginnen. En ja, dan gaan we gewoon weer lekker knallen in het nieuwjaar. Jongens, heel fijn uiteinde. En ik spreek jullie allemaal bij de volgende video. En dat zal zijn. Dit was 2022 met alle hoogtepunten van dit jaar. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Hoi.